Dan geef ik het woord aan de heer Koopmans van de Doorspartij. Dankjewel, voorzitter. Het huidige centrum van Bakel met de kerk en het plein eromheen is geen plein wat van nature is, nature is gegroeid. Nee, het is gewoon simpelweg een plein wat is ontstaan doordat we in de jaren 60, 70 gewoon alles wat Bakel karakter gaf en uitstraling gaf gewoon gesloopt hebben. Dus uiteindelijk is dat doorgegaan tot in de jaren 80, waar we ook nog eens het muziekhofje ingerold hebben voor een stapel stenen. Wat een uniek centrum had Bakel kunnen hebben, voorzitter. En dan wordt er meestal gezegd, ja, dat ligt aan de tijdsgeest. Nou, dat is grote onzin. Als ik naar Gemert kijk, dan denk ik, in Gemert heeft men altijd veel beter opgepast op de historische gebouwen als dat Bakel en Milhezen dat destijds gedaan heeft. En dat is toch iets wat ik niet heel gauw zal zeggen, voorzitter. Maar goed, eindelijk zijn we dan zover dat Bakel wellicht een centrum krijgt wat het verdient. En ik ben blij dat het een Bakelse wethouder is die hier nu de kaart trekt. Die bekend is met iedere vierkante centimeter van het gebied. Die de mensen kent, die de gevoeligheden kent. Want ja, het is uiteindelijk een hele moeilijke puzzel die gelegd moet worden met al die belangen die eronder liggen. En het moet gezegd worden, voorzitter, deze wethouder trekt er hard aan. En zo ook de stem van Bakel. En zo, nu heb ik er weer voldoende veren ingeduwd, denk ik, bij de wethouder. Dus nou wil ik toch doorgaan naar het plan. En uitgangspunten die daar gehanteerd zijn goed. Maar toch denken wij dat er nog wel enkele verbeteringen mogelijk zijn om het plan dan nog iets beter te maken. Doorstroming van het lokale en doorgangsverkeer door het dorp. We ondersteunen de noodzaak om de snelheid uit het verkeer te halen en het vergroenen van het dorpsbeeld. Echter denken wij dat er zeker gezien de plannen voor de schoolstraat zoals ze er nu bij liggen, het verwijderen van het fietspad, een voorrangsregel vanuit de Poelstraat, Korte Straat, ten koste gaat van de verkeersveiligheid en de doorstroming in het centrum. Wij zien hier dus graag een andere invulling. En ja goed, de heer Kollenburg heeft het amendement net voorgelezen. Zoals ook gerefereerd is, ja, we zijn op de school geweest, we hebben daar gezien dat er toch met het oversteken met de verkeersbrigadiers, die komen in de toekomst gewoon omdat er weinig, zijn er al te weinig, dan zullen structurele maatregelen genomen moeten worden. Dus als we zeggen van, nou goed, we gaan het de schoolstraat van de rotonde tot de Van de Poelstraat opnieuw herinrichten, dan neem de school mee en dan neem het laatste stukje tot de Jumbo ook mee, want daar is de verkeersintensiteit ook ontzettend toegenomen en daar is de overgang over de weg is ook niet heel veilig. Dan het plein, voorzitter. De grootste impact heeft natuurlijk het plein. Het vergroenen van het kerkplein en het afsluiten van het kerkplein vanuit de Dorpsstraat. En ik wil dan toch ook refereren aan de bezorgdheid van heel veel mensen die daar wonen, die daar werken. Het is een heel klein gebiedje wat dadelijk vanuit de Bernastraat benaderd zal moeten worden. Waar heel veel mensen komen. Waar heel veel mensen komen die misschien fysiek beperkt zijn doordat ze fysiotherapeut moeten. Er ligt een Wilbersdries, dus een bejaardencentrum. Heel veel mensen zijn toch bang van gaat dat dadelijk wel goed. En eerlijk gezegd, de Dorpspartijvoorzitter heeft daar ook zijn vragen over. En wij zijn ook heel benieuwd van gaat dat dadelijk wel goed. Dus ik wil eigenlijk ook naar de wethouder toe zeggen van wethouder monitor het goed. En als blijkt dat de situatie ingrijpen noodzakelijk maakt, dan doe dat ook. Dan het parkeren. De Dorpspartij is niet gerust op het aantal parkeerplaatsen wat er terugkomt naar realisatie van dit plan. Want het aantal parkeerplaatsen wat in het plan wordt voorgesteld is gewoon gebaseerd op het huidige gebruik van het plein. Maar wat als er dadelijk ergens een MFA bij komt? Wat doen we als er een kerkdienst is? Wat doen we met alle festivals die we toch in Bakel in het centrum hebben? Dan krijg je overloop. En die overloop die wordt dan gewoon opgevangen door de straten om het centrum heen. De Groene Long wordt dan als parkeerplaats gebruikt. We zien het iedere keer weer. Een plaats waar onze kinderen spelen. Wat de Dorpspartij dus wil, is dat er een parkeerplan uitgewerkt gaat worden om te kijken of het niet mogelijk is voor meer parkeerplaatsen in het centrum, maar ook om de schil eromheen. Zodat we uiteindelijk die auto's ook kwijt kunnen. Daar hebben wij dadelijk een motie voor, die zal ik dadelijk voorlezen. Dan ja, Kloosterplein, ja goed, daar zeggen wij ook van. Hou dat plein zo lang mogelijk vrij totdat duidelijk is waar alles komt. Hou het zo lang vrij voor het parkeren en blijkt straks dat er minder parkeerplaatsen kunnen komen. Nou, prima. Maar op het moment laat het een parkeerplaats zijn. Dan de MFA, multifunctionele accommodatie. De vraag wel of geen MFA in Bakel. In het plan is vooral geënt op de vraag van willen verenigingen terug naar het centrum en willen ze daar ook gehuisvest worden. Dit in het kader van het verhogen van de levendigheid. En nu willen wij best discussiëren of levendigheid beter is gediend met een MFA of de spreiding die we nu hebben in het dorp.
Want het zou zomaar kunnen zijn dat het misschien meer levendigheid betekent als dat we alles maar op één locatie gaan brengen. Maar goed, ik neem aan dat we die discussie nog wel krijgen. Maar de belangrijkste vraag die dus niet gesteld wordt is van, ja, wilt u als vereniging gehuisvest worden in een MFA of wilt u alleen maar bij gelegenheid een MFA gaan bezoeken? En dat u daarna weer huiswaarts gaat naar uw eigen honk. Want dat scheelt natuurlijk nogal wat in de vierkante meters die men nodig heeft, voorzitter. En zoals de grote vereniging in Bakel het ook verwoordde, wij zoeken slechts een zaal om af en toe een concert te kunnen geven. En verder zitten wij goed waar we nu zitten. Dus voorzitter, ja, die vraagstelling vinden wij dat die verbreed moet worden. En daarover hebben we dan ook een motie. En die zal ik nu alle twee in gaan dienen. En die wordt door de Dorpspartij, Sociaal Gemeente Bakel en het CDA ingediend. En dat gaat over het parkeerplan voor het centrum en de schillen eromheen. Overwegende dat door herontwikkeling van het centrum en mogelijke vestiging van een MFA in Bakel mogelijk te weinig parkeerplaatsen voorhanden zijn in het centrumgebied. In het geval van beperkte parkeerruimte direct in het centrum, overloop van parkeren kan ontstaan naar omliggende straten. Spreekt uit, roept het college op, een plan van aanpak op te stellen waarin mogelijkheden worden onderzocht voor meer parkeerplaatsen dan nu in het plan is voorzien in het centrum van Bakel en de omliggende schil. Dan een motie betreffende de MFA, voorzitter. Overwegende dat, en die wordt ingediend door de Dorpspartij en Sociaal Gemeente Bakel. Overwegende dat de huidige onderzoeksvraag voor wel of geen MFA in Bakel mede betrekking heeft op de vraag in welke mate verenigingen in het centrum terugkeren, CQ zich daar huisvesten. Het in deze fase nog niet duidelijk is of verenigingen ook daadwerkelijk permanent huisvesting zoeken in een MFA of alleen bij gelegenheid gebruik willen gaan maken van een MFA en een thuishonk buiten de MFA zullen willen behouden. Spreekt uit dat het college de onderzoeksvraag naar een MFA in Bakel verbreedt, zodat een duidelijk beeld ontstaat in welke mate verenigingen daadwerkelijk gehuisvest willen worden in de MFA of alleen bij gelegenheid gebruik willen maken van een MFA en een thuishonk elders zullen willen behouden. Dank u wel, voorzitter. Ja, deze moties nummeren wij als motie 1 en motie 2.